Dit is op de Dam in Amsterdam. Er werden bloemen neergelegd en er waren toespraken. Ook de Russische 12-jarige Medvey is samen met zijn moeder naar het plein gekomen. Hij woont in Nederland sinds Rusland een oorlog begon in Oekraïne. I came here to this protest after the murder of Alexei Navalny. I was quite shocked and so I wasn't really sure how to react. Niet alleen in Amsterdam kwamen mensen bij elkaar. Dit is Amerika. In Groot-Brittannië. Ook in Rusland zelf werden bloemen neergelegd. Dit was Alexei Navalny. Hij was de grootste tegenstander van de Russische president Poetin. En hij had grote plannen met Rusland. Navalny wilde van het land een eerlijker en vrijer land maken. Navalny was niet bang. Hij organiseerde regelmatig demonstraties tegen de regering. Terwijl dat verboden was. Toch kwamen er altijd veel mensen op af. Navalny was dus populair en kreeg veel steun. Door alle kritiek die Navalny op Poetin had, werd hij verschillende keren opgepakt. I remember, I think it was a year ago when I first heard about him. And I was told how he was poisoned and put into prison. That was pretty emotional, I think. De laatste weken zat hij hier gevangen, in een strafkamp hoog in het noorden van Rusland, vlakbij de Poolcirkel. Maar ook al zat hij daar, Navalny gaf nooit op en bleef altijd strijden voor vrijheid in zijn land. Gisteren maakte de Russische gevangenis bekend dat Navalny is overleden. Hij zou ineens erg ziek zijn geworden tijdens een wandeling. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar dat hij dood is werd vandaag helemaal zeker. Door een bericht van zijn woordvoerder op X. Zij schreef: Alexei Navalny is vermoord. Zijn dood vond plaats op 16 februari om 14:17. I see all the posters around saying Putin is a killer. You can't kill Navalny. You can kill the man, but you can't kill the truth. All that. Hier in Nederland en ook in Amerika kun je zonder gevaar iemand herdenken en bloemen neerleggen. In Rusland is dat anders. Daar greep de politie op verschillende plekken in. Zeker 200 mensen zijn al opgepakt. Вот там господа говорят, что это несогласованная акция, положить цветы нельзя. Подруги, которая была со мной, цветок сломали. En veel bloemen die zijn neergelegd, zijn inmiddels weer weggehaald. Hier op de Dam wordt de bloemenzee alleen maar groter. I'm really provoked by the way everyone here is ready to protest, like get together and fight for this cause.